De opsteker van de week. Opsteker van de week gaat deze keer naar de heer Arendsen uit Zeerenberg, die door snel handelen het leven van de 3-jarige Sabrina Pasman heeft gered. Tijdens het spelen werd Sabrina aangevallen door een zwerm wespen. De heer Arendsen zag het gebeuren en heeft zonder zich te bedenken Sabrina opgepakt, op zijn boerderij onder koud water gezet en voor eerste hulp gezorgd. Sabrina maakt het weer goed. Meneer Arendsen, de tros komt de opsteker bij u opspelden. De tros is er voor u en voor jou. Al 12,5 jaar als A-omroep. 12,5 jaar Tros A-omroep vieren we speciaal voor onze trouwe Tros-aanhang met Tros Bingo dat we wekelijks gaan spelen. Doe ook mee. Koop een los nummer of bel 020 802 802 of 035 715 715. En profiteer van onze jubileumaanbieding. De Tros is er voor u en voor jou. Goedenavond. Ja, daar zijn we even. Even attentie graag thuis. Even de koffie neerzetten, want er komen wat belangrijke mededelingen aangaande de Tros Radio. Ja, even op de televisie over Tros Radio. Mijn naam is F. Oorklep. Ik kom in januari op de televisie, maar het gaat nu even over de radio. En er gaat wat gebeuren op de radio, want we hebben 5 zenders en we zijn er elke dag. We beginnen even met de zondag, jongens. Op Hilversum 1 hebben we sport, hebben we Hilversum 4, hebben we klassieke boel. Eén na het andere klassieke plaatje wordt opgezet. Dus lekker voor de zondag, lekker ontspannen, lekker onderuit, kaarsje aan, kan jou het schelen. Maar wat gebeurt daar op maandag om 7 uur? Ja, Ronnie Brilsteden, jazeker. Tadaa! Dat klinkt wel even lekker natuurlijk. En Ron Brilsteden, en hij komt rechtstreeks vanaf het Avion. Avion Doma, Avion Rama. Avion Rama op Schiphol. Daarna, nieuw op de Tros maandag op Radio 2. Gouwe Oude Club met Ferry Maat. Dat is gezellig. Dat is gezellig als je praat over gezellig. Dat is even gezellig. En daarna, alsof het nog niet op kan, hebben wij op volle toeren. Met daarin nieuw voor de Tros. Bingo, 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 bingo. Bingo, nieuw. Dan als u lid bent van de Tros, dan zit er een bandje op en er zit een bingo formulier. En luister je naar, weet die man, Giel Montagne. Naar Giel Montagne en die geeft de cijfers door, neem je lid. En het staat ook op hier. Hier, let op. Gooi dit bandje niet weg, want u kunt de prijzen weer winnen. Dus hup, Tros kompas, bandje bewaren en nummertjes invullen. Begrijp u wel, iedere maandag op Radio 2. Nu. Tada, om 12 uur. Tada, ikzelf. Van 12 tot 1 op de maandag Radio 2. Tada, gezellig met uw hond, Toeska en Willy Wal natuurlijk. Hè. Raad een lied of niet. Dan gaan we over naar de dinsdag. Klassiek op Radio 4. Waar is het 4? Hier, Radio 4, hoor even. Tada! Gezellig. Dan zijn we aangekomen op de woensdag. En dat is ook lachen en lazen, want op de woensdag hebben wij 's morgens al op Radio 5 van 10 tot 11 De Duivel is Oud. Met Joop Landré. En daarna op Radio 1 gaan we door om 1 uur. Dan hebben we de zogenaamde praatzender, maar wij hebben ook muziek, Tros Actuaal, Journalistenvorm en Tros Klantenservice met muziek. En dan is het dus weer op 5 om 4 uur Slagerfestival. Nieuw met Danny Christian en Harry Thomas. Harry Thomas zelf ook aanwezig. Weer donderdag, de Tros op Hilversum 3. Voor de ene disjockey na de andere. En niet te vergeten natuurlijk, 50 pot. Oh, we hebben op met Tommy. En wat kunnen we daar winnen? De originele Tros Radio. High Five Quality. Naar de vrijdag. Gerard de Vries is verplaatst. Van 4:30 tot 5 uur. Gerard de Vries op verzoek. Ik weet niet op wie zijn verzoek. Ik heb er niet om gevraagd. Maar hij zit daar op verzoek. Op Radio 2. Nieuw. En dan de zaterdag. Dat is onderuit glijden. Met natuurlijk, hoe heet die mensen allemaal? Tros Nieuws Show. Dat gaat maar door. Dat gaat maar door. Kijk op vrijdag 10 oktober naar Nederland 1. De Platentiendaagse.
Uit Duitsland, 's werelds populairste orkest, James Last. Uit Brazilië, Miss Astor Gilberto. Engeland stuurt Roger Whittaker en de superformatie Spandau Ballet. Uit Nederland, Rob de Nijs, Ernestine en Laurens van Rooyen, René Schumann en The Dame. Uit Amerika, supersterren de Commodores en de one and only Miss Tina Turner. Vrijdag 10 oktober, Nederland 1. De Platentiendaagse. Toch weer trots. Tijdens de Virato konden bezoekers van de Trostent kiezen welke recente Nederlandse film ze vanavond op deze eerste Trostvrijdagavond het liefst wilden zien. De Lift, Anne Bloem of de IJssalon. Ruim 10.000 bezoekers kozen voor de thriller van regisseur Dick Maas, De Lift. Dit griezelige verhaal over een lift die dood en verderf zaait in een flatgebouw werd destijds goedgekeurd voor kijkers van 16 jaar en ouder. Vandaar dus dat we deze film op een wat later tijdstip uitzenden dan in uw programmablad staat vermeld. In de hoofdrollen ziet u Willeke van Amrooy en Huub Stapel.